was that explosion? What explosion? EV. Piece of Eden detonated and took the lab with it. The magic lump of hyperbolic metal. I'm shocked. Simply because you have never valued the pieces does not All mean... went according to plan, There was a slight complication. How slight? The lab exploded. Jacob. You derailed a train. Oh, he did. Did he? Well, the train derailed and I happened to be on it. I killed my target. Brewster is also no more. Then all in all a successful mission in spite of you two. What about London? What about it? We're wasting our time out here. You know as well as I do that London has been the domain of the Templars for the last 100 years. They are far too strong yet. Patience. The Templars have found a new piece of Eden. Sir David is dead. They do not know how to use it. The Council shall guide us. Sound advice that your father would have seconded. I shall see you back in Crawley. Patience, Evie. Ah, the gentle sound of opportunity passing us by. So what's stopping us? London is waiting to be liberated. Forget Crawley. Father would have wanted us to listen. Oh, Father! You could continue his legacy in London. Freeing future generations from a city ruled by Templars. You know, Jacob Fry, you might just be right. Then shall we? Yes. Let's. Onward to London. Check in on Sean and Rebecca. I still think attacking a Templar is a mistake. Call Dr. Grammatica. Come on. Oh, Isabel, what a lovely surprise. Our mutual friends will be here shortly to search for the artifact. Once it's located, I'll let you know. Super. Always a pleasure. Prick. It's people like you that give historians a bad name. I'm afraid I don't have time for you today, Mr. Hastings. Thank you for making my job easy. Oh, shit. It does look grim. Master Berg, Agent Acosta, deal with them, please. Move it! Hunt them down! All they had to do was wait for you to search the data. Their little stunt has put the whole operation at risk. You need to synchronize Jacob and Evie's memories. Find something that puts us ahead of the enemy. Time is of the essence, and lives are now clearly on the line. Good luck. Oké, dat was een gaaf filmpje. Het ziet ernaar uit dat er een beetje een soort van samenwerking is of zo tussen deze wereld en die wereld of universum, of geen idee wat hier allemaal gaande is. Hoef ik verder ook allemaal niet al te veel van af te weten. Als je afvraagt wat zijn dit telkens, dit zijn eigenlijk al wat voor een hele lange tijd gedaan wordt, de loading screens. Maar het is wel gaaf dat ze er iets van hebben gemaakt dat je toch een beetje een soort van kan rondlopen afleiding hebt achter iets. Voordat we zo verder gaan moeten we misschien nog even kijken, want als het goed is hebben we wat gear gekregen. Kijk, we zijn in ieder geval al in Londen en die kunnen aan gaan doen. Churning seas of London. It's just the way Father described. Now, to find
find Henry Green and formulate a plan of attack against the Templars. Who's Mr. Green again? The assassin watching over London. Did you not listen the first three times? Listen to what? Oi, watch it. Ben Barton, sir. Oi! Come back here, you filthy dipper! Wat gebeurde daar? Had hij nou iets van ons gestolen? Is niet de slimste actie van hem. Tenminste, hoop dat ik hem daarvoor kan straffen. Kunnen we hier een beetje freerunnen en iets afsnijden? Hij rent er wel vandoor als een maniac. Als je nou eens een beetje rustig aan doet, jongen. Hier rechtsaf. Die vent lacht. Het ziet er allemaal sowieso. Fine, you little mobsman. Keep it. Well, well. What do we have here? You're on our property. You'll be singing a different tune when I'm through. Oké. Deze vent nog even afmaken. Oh. Ik wil eigenlijk die andere dude. Oké, ik wou net zeggen. En deze ook afmaken. Netjes. Oké. Ah, excellent. What else does London have to offer? Now is not the time for tourism, Jacob. Now's the time to find Henry Green. I've always been the quicker climber, haven't I? Not since we were two. Race to the highest vantage point. Whoa, what? Nu moet je opeens gaan racen ofzo? Dat kindje hebben we in ieder geval niet kunnen pakken. Ik weet niet of hij iets van ons had gestolen. Daar leek het op zich wel een beetje op. Volgens mij kunnen we hier in ieder geval op de daken. Laten we dat eens even gaan doen. Hopelijk ben ik dichtbij genoeg. Oh, het is aan de overkant. Geen probleem. We kunnen hier in ieder geval via de touwen. Volgens mij zit Evie nog onder ons. Dus we zijn in ieder geval eerder. Where is Mr. Green's shop located? It was marked on father's map. Two assassins. Equal in height, one female, one male, two decades old, and those devilish smiles. You must be the Fry twins. And you are? Henry Green, at your service. I was sorry to learn about your father's passing. Thank you. What can you tell us about Crawford Starrick? I suppose the council desires news. London must be freed. To provide a better future for all of its citizens. Well, thank goodness the council saw reason and sent you to aid us. Yes. Thank goodness. Unfortunately, I am the bearer of bad news. Today, Starrick sits at the helm of the most sophisticated Templar infrastructure known in the Western world. Every class, every borough, the gangs, the industries. His reach extends all across London. I've always thought of myself as a gang leader. Firm, but fair. Well, I have uniforms, and I'll unite a mix of disenfranchised outsiders under one name. That's it, Evie. We can rally them to our side. Oh, like the way that you rallied those card players at the Oakbrook Tavern into the river. Oh, that was different. They beat me at whist. I can see it now. We'll call ourselves the Rooks. You're never good at chess either. Have you got a better plan? Find the Peace of Eden. Oh. Well, let me show you the lay of the land. Shall we? Oh, what? The best way to see any landscape is above. Okay, hier is in ieder geval een soort van flesje op de kaart. Ik weet niet wat dat betekent. Daar beneden. Willen we die even gaan pakken? Heel snel. Wow. Dat was misschien wel een beetje een grote sprong. We zijn altijd ook veel dingen te verzamelen in de Assassin's Creed serie. En het is toch weer gratis X-Points en ook wel leuk om zoveel mogelijk te verzamelen. Dus laten we dat in ieder geval blijven doen. Maar nu moeten we toch eens even hier naar boven gaan klimmen. Oh man, dit ziet er allemaal zo gaaf uit. Moet je zien dan. Nog een klein stukje omhoog. Wow, als we nou ook gewoon heel het stuk via de pijp naar boven hadden kunnen klimmen, dan word ik gek. Nee, dat kan niet. Oké. Okay. En zoals eigenlijk al de vorige keer een beetje was, meestal heb je in de Assassin's Creed serie dat je wat hoge punten moet gaan
op gaan staan. Dus waarschijnlijk heb je daar in de verte ook wel een punt waar je bovenin kan gaan zitten. En dan kan je dat gebied gaan synchroniseren. What Starik has done to the city. Whitechapel is riddled with crime. Child labor, despite regulations. A gang known as the Blighters overruns the streets. And Templars manipulating behind the scenes. As in all the other boroughs, we need to return this city to the people who built it in the first place. We will free London from Starik. You have my word. And my rooks. Miss Fry, your passion is inspiring. Come. Let us return to my shop, and I can bring you up to date on the rest. Wow, check op. Gaan dan. Oké, ik weet niet of het aan mij ligt, maar volgens mij is er iets gaande tussen Mrs. Avery en die andere Mr. Green doet. We gaan hier in ieder geval even een grote sprong naar beneden maken. Oh, sick man. In de hooiwagen. Komt de Avery hier ook nog aan, of ja. Ziet er wel gaaf uit. One of Starik's gang leaders. Why does he want you? He's after some of my more arcane research into one of the precursor artifacts. The Piece of Eden. Zien jullie die blaadjes bij de voeten? Volgens mij gaat het hier nog even gebeuren, moet je opletten. Nee, hier niet. Gangs tried to prevent it and were slaughtered for their efforts. Now, only Whitechapel's clinkers remain opposed, but they're no match for the Blighters. Well, let's shine these clinkers up then, shall we? They're just the sort we're looking for. You can't be serious. Evie, they're ready to fight and oppose the Blighters. This is my chance to step in. Look out, London. Here come the rooks. Oh, die weerspiegeling is ook zo gaaf. De straat. Volgens mij is onze Jacob van plan om wat vriendjes te maken. Oftewel de rooks, hoe hij ze noemt. This city, no one looks where they're going. Yes, I've noticed that. Bloody Drood, I'll never finish it at this rate. Only Providence knows where those words are headed now. Well, I must get to work replacing them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm and tempers are hot. Ta-ta! What an odd man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. If I were you, I would keep that connection in your back pocket. Kaelok's gang is nearby. They must not follow me back to my shop. We'll take care of it. Yeah. You might be able to use this. Oh god, I hope so. My carriage is nearby. Make use of it to pull them off my trail. I will meet you at the curio shop. Oké, sick. We kregen even in ieder geval een wapen in onze hand gedrukt. Wat? Zo krijg je ook wel de aandacht. Volgens mij zitten ze al achter ons. Wow, wat? Dan kunnen ze rammen, maar waarom moet je dan... Oh, je moet het echt indrukken. Waar willen we eigenlijk naartoe? Oké, dit gaat nog niet helemaal volgens plan, volgens mij. Even kijken, A, D, A of D en dan opzij. Vernietig de rijtuigen van de schurken. Wow, was dat er één? Juist, dat was er één. Oké. Hier linksaf. Zo gaaf om in zo'n koets te rijden. Hopelijk rijden we niet overal tegenaan. Oh. Scherpe bocht naar links. Straks weer scherpe bocht naar rechts. En nog een klein stukje verder. Volgens mij zijn we bijna... Sorry, ik bukte. Oh. Oké. Opeens volle bak op de rem. Even springt even tegen me aan. En zo te zien,
Het is nou niet echt de meest mooie winkel, maar is dit de place to be? Did you give them the slip? I gave them more than that. Who are all these people? Over the years, I have established a number of connections across the city. Splendid. We'll need focused aid. Focused aid? We take over Starrick's gangs, we cripple his control. You're not aiming high enough. Starrick has influence in every branch of society. We need to match him. I see what you're saying, Evie. We need the Rooks. You are not starting a gang called the Rooks. I believe I may have an idea of my own. We will need the police to turn a blind eye to activities. My ally in the force, Sergeant Abilene. I've heard he's a master of disguise. Next up, urchins. Urchins? Urchins. Children make for excellent spies. Clara O'Day. Smart as a whip, that one. Finally, you would be wise to remember that Starrick never acts alone. There are gang leaders in every borough. You'll meet them soon enough, no doubt. Rexford Gaylock, known for his ability to vanish before your very eyes. Should we make him vanish for real? I suppose. One moment. A Templar target you might want to look into. Be cautious. It's rough out there. No, don't worry about me, Greenie. I can handle a few thugs. Oké, volgens mij kregen we nu in ieder geval een aantal quests. En blijkbaar de missie geen groentjes behaald. Even kijken, beloning XP hebben we gekregen. En we zijn eerder dan EP gearriveerd. Helemaal chill. Top. Oké, de kaart van Londen. De vorige keer, echt, ik weet nog, bij Unity was die zo ingewikkeld. Dus hopelijk ziet dat het nu een stuk beter uit. In ieder geval, om tab te drukken krijg je hem. Je kan dan gebieden veroveren. En dan kunnen we de misdaadbaas, zo, dat klinkt wel heftig, die kunnen we gaan verslaan om de wijk helemaal te gaan veroveren. Dus even kijken. Holy crap, deze map is groot. Wow. Oké, blijkbaar zijn we dus nu in dit gebied, best groot gebied. Kan niet meer verder uitzoomen, oké. Aantal missies. En die kunnen we zo te zien allemaal gaan doen. Ik moet nog even gaan kijken wat alle tekentjes zijn hoor. En dit is misschien de... Oh, wacht even. Dit is waarschijnlijk zijn wijk. En moeten we eerst al deze dingetjes doen en dan kunnen we waarschijnlijk hem gaan verslaan. Laten we in ieder geval gaan beginnen met deze. Dus als het goed is, ik heb hem nu op de map aangegeven. Naar we aannemen. Aberline naar we aannemen. Is dat goed Nederlands? Ik heb geen idee wat ze daarmee willen zeggen. Zegt mij in ieder geval helemaal niks. Almighty planner. Even kijken, ik snel kijken, want inventaris. Wapens, gevechtshandschoen, vuurwapens, riemen, outfits en kleuren. Oké, we hadden namelijk inderdaad dus een nieuw wapen. Oh, maar die kunnen we dan kopen ofzo. Maar deze is gewoon precies hetzelfde. Tijdelijk uitschakelen is hierbij beter. Dodelijk minder goed. Oké, dus zo kan je allemaal upgrades doen. Dit is eigenlijk best wel hetzelfde als in Unity. Maar dit voorwerp moet worden gemaakt. Je moet niveau 6 hebben. Nou, dat zijn we volgens mij nog lang niet. Sommige voorwerpen moeten dus echt worden gemaakt. Dat is op zich wel gaaf. Maar volgens mij hadden we een riem gekregen. Dat zal wel dit zijn dan. Oh, dan moeten we nog steeds kopen. Maar deze is wel beter. Je moet wel niveau 2 zijn. Zijn we nog ineens een niveau omhoog gaan? Zo kan je andere outfits. Oké. Dat ziet allemaal wel gaaf uit. En zo kan je blijkbaar ook andere kleuren kiezen. Nou, dan gaan we in ieder geval nu nog niet ons geld aan verspillen. Vaardigheden hebben we nog niet gedaan. Maar we wilden deze een beetje vechtersbaas maken. Meer gezondheid. Oké, deze is ook wel echt goed. Kitty brengt je volgende aan op een randje van de... Oh, sick. Ja, we nemen ze gewoon alle drie. Volgens mij kan dat namelijk.
ben benieuwd op het moment dat je het helemaal uitspeelt of je dus dan echt alle dingen kan kopen. Dat zou wel echt gaaf zijn. En deze nog even. Dus deze Jacob gaan we een beetje uitbouwen tot de vechtersbaas. En we zullen Evie een beetje uit gaan breiden. Oh, we zijn nu wel niveau 2. Oké, dus nu zouden we wel die riem kunnen kopen. Dat kunnen we straks even doen. Oh, deze is ook wel sick. Deze is wel goed. Even kijken. Ja, deze hebben we meer helft, dat was al te verwachten. De eerste treffer die je incasseert maakt geen einde aan je combo. Oké, dat is ook wel goed. Deze is denk ik beter voor Evie om te pakken. Je kunt in tegenaanval makkelijk plaatsen en richt misschien. Oh, we hebben trouwens nu sowieso niet genoeg skill points. Oké, dan bewaren we deze nog even heel snel even terug. Sorry, ik hoop dat dit niet allemaal te lang duurt. Maar we konden in ieder geval deze riem nu gaan plaatsen. Die was wel sick namelijk. Dus dan gaan we die kopen. Nee, whoops. Riemen uitgezet. Even kijken, we hebben voldoende geld toch? Dubbelklik. Heb ik het nou? Ja, volgens mij heb ik hem nou. We kunnen zelfs nog upgraden. Oh, wacht. Oké, ik weet niet of dat de bedoeling is, maar dat is op zich wel gaaf. Dus je kan hem selecteren. En dan kan je hem ook nog upgraden. Ik moet het allemaal nog een beetje ontdekken. We gaan in ieder geval één missie doen. We hebben samen bijgehouden in het teacherboekje, oké. Dit zijn dus denk ik... Ja, dan kunnen we een andere hoofdpersonage. Ja, dat doen we de volgende keer wel. Bij escape, hoofdmenu, switchen. Juist. Oké, maar ze delen dus blijkbaar wel het geld en zo. Dat is wel lachen. Even kijken, maar is hij nou vriendelijk? Volgens mij wel. En hij is meer... een vijand. Oké, laten we in ieder geval doorgaan. Of gaan ze vechten. Zou wel sick zijn. Bam, shutdown. Oh, dit is dan denk ik de politie. Oké, ik weet niet of het de bedoeling is dat ik bij hun iedereen ga vermoorden. Deze is wel sterk trouwens, jongen. Wow, gekke mensen. Check dan hoeveel levens ze hebben, man. Ik denk wel even een paar uur mee bezig voordat ik die dood heb. Oh, wacht. Dat werkt wel. Oké, deze ook nog even. Oh, wat? Waarom viel die mij niet eerder aan? Wie moeten we doden? Misschien kunnen we dit wel met een smokebom. Oh, dit is geen goed idee. Even kijken. Ik weet niet of ik de goede heb gekild. Oké, laten we hier niet al te moeilijk doen. Oh, even ontwijken de kogel. En dan gaan we hier rechtsaf. En ik denk maar even de lucht in. En hierachter is alweer A. Ik moet wel zeggen, die gasten van die politiemensen waren echt sterk. Voorheen wist ik iedereen allemaal best wel makkelijk te killen. Je gaat me trouwens niet zeggen dat ze mij nog steeds kunnen zien, toch? Zullen het wel een keer opgeven, neem ik aan. Oh, wat? Ze zijn echt naar boven aan het klimmen of zo. Nou, ik ben ze al kwijt. Oké, daar moet ik naartoe. Daar is in ieder geval een schatkistje. Laat ik daar eerst even naartoe gaan. Zou ik dat niet vergeet. Een gezellig marktje hier. Deze even openen. Bots. Oh, je... Metaal krijg je ook nog allemaal. Even stealth mode gaan. Voor deze doet. Oeps. En deze even neermaaien. En shutdown. Krijg ik daar nou X-points van ofzo? Het is me niet helemaal duidelijk. In ieder geval weer munitie voor mijn wapen.
Dus even kijken. Ah, hier kunnen we denk ik wat dingen kopen. Nou, dat hoeven we nu nog niet te doen. Oké, we gaan de quest doen. Zo, ik beuk even door iedereen heen. Volgens mij is die hier aan de bovenkant. Ah, je hebt blijkbaar ook een aanbevolen niveau. Wow, wat moet ik hier zijn? Oké, spelen. Let's go. I don't see Mr. Abelard. Well, we tried. Psst. I may know a thing or two about that splendid fellow you're talking about. What's this? God's sake! Are you trying to blow the gaff? What? Sergeant Abelard, at your service. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Oh, we'll be as quiet as an old lady. A very hairy, strange old lady that looks a lot like a policeman. Nice jokes. Oké. We zullen hier in ieder geval even naar boven gaan. Eens even kijken. Gaan we... We kunnen ook even van gedaante wisselen. Even zo, volgens mij. Misschien komt dat omdat ik hier opsta. Wow, dat gaat makkelijk. Dat is wel sick. Oké, even, dit willen we, moeten we even dan opnieuw snel indelen. Nee, vaardigheden, want die hebben we wel eentje nieuw gekregen. We kunnen dus deze vijand ontvoeren en dingen met je mee te lopen. Hierdoor heb je openlijk toegang tot verboden gebieden. Dat is op zich wel gaaf. Oké, en deze wil ik dus ook. Nou, die kunnen gelukkig allebei. Deze kunnen we, kunnen zeggen. Chill. En we zijn niveau 2. Dat was de vorige keer ook, dat is niet heel bijzonders. We zouden nu deze kunnen doen. We zouden ook lockpick. Oh, ze gaan wel proberen te ontsnappen. Dat is wel nasty. Deze is wel relaxed. Laat ik deze eens doen, want volgens mij moeten we nu ook iemand gaan... heb ik... Deze heb ik al? Oké, ik vind het allemaal prima, jongen. Laten we eens even kijken wat we in ieder geval hier hebben. We moeten hier gaan staan. Klein stukje nog naar beneden. Als je onopgemerkt achter een vijand bent, kun je op E drukken om te ontvoeren. Gekke tekst, dat is volgens mij niet helemaal de bedoeling. Druk om E om een ontvoerde gevangen in een gesloten rijtuig toe. Lachen. Oké. Hem moeten gaan ontvoeren. En we moeten dat natuurlijk wel zachtjes gaan doen. Dus even kijken, hoe gaan we dat doen? Laten we hier eens even naar beneden gaan. Even kijken of we stealth mode naar hem kunnen gaan in ieder geval. Wow, hij sprint er in ieder geval vandoor. Dat is ook weer niet de bedoeling. En dan gaan we door. Wat? Niemand ziet mij? Oké. Maar, oh maat, hij is in ieder geval al een stukje verder. Dus die zullen ze even onderuit gaan halen. Of gaat hij nou weer gewoon precies in, rent hij gewoon in rondjes? Zou wel lachen zijn. Ziet er namelijk wel een beetje naar uit. Oké, laten we daar niet naartoe gaan. Als het goed is, als hij in rondjes rent, dan komt hij gewoon weer terug. Of is dat niet het geval? Nee, volgens mij is dat niet het geval. Oh, hij komt gewoon hierin. Aan de kant, aan de kant. Laten we hier even gaan wachten en dan kunnen we hem zo onderuit halen volgens mij. Bam.
Ik neem aan dat we hem nu even gewoon knock-out hebben gedaan. Niet hebben gekild, want we moeten hem levend er naartoe brengen. Oké, hier is in ieder geval niks te zien. Waar moeten we naartoe? Naar het puntje daar helemaal, holy crap. Hier is in ieder geval een kist, die kan ik even... Oh my god. Ik schrok me rot. Deze dudes zijn zo gigantisch sterk, jongen. Ik doe die op de een of andere manier amper damage. Oh, de cup. Oh my god. Hij kilt me gewoon. Zo, opeens begon hij even uit te halen. Dat moeten we eens even overnieuw gaan doen. Ik dacht dat ik nu ook door de muren heen kon zien wanneer er vijanden waren, maar ik had hem in ieder geval niet gezien. Moet wel opletten voor die politieagenten. Ik weet niet of het altijd een goed idee is om met hun aan het vechten te gaan. Waar is mijn quest? Oké, dat is random. Ik ben mijn quest kwijtgeraakt. Of is het deze? Nee. Heb ik hem nou gewoon niet gehaald? Dat zou kunnen hoor, maar het zou wel jammer zijn. Volgens mij was dit in ieder geval de dude die mij probeerde te killen. Dat laten we dus natuurlijk niet nog een keer gebeuren. Hier is verderop nog één klein dingetje en ik denk dat we dan een beetje einde aan moeten maken. Zullen we eens even gaan kijken of we deze gozer inderdaad in ieder geval kunnen pakken. Volgens mij krijgen we dan een soort, in ieder geval kleine X-points en misschien nog wel meer, dus we zullen het zien. Hij sprint er wel vandoor als een maniac. Ik weet niet of we hem nou moeten killen of gewoon moeten, hoe noemen we dat? Dit. Wat is dit? Oké. Hij gaat neer. Wat moeten we met hem doen? Moeten we hem nou... hebben we het nou goed gedaan of niet? Want nu komt er wel een soort van teken op de map te staan waarvan we kunnen hem hier naartoe brengen. Of zijn dat... dingen die we moeten doen. Even snel kijken. Als jullie gemerkt hebben, moet ik ook nog een beetje wennen hoor, hoe alles werkt. Nou, en we zullen in ieder geval neermaaien. Zijn we daar vanaf. Ik wil het hierbij eindigen. We zijn al aardig lang bezig. Een beetje rare aflevering misschien vandaag. Maar volgende keer gaan we in ieder geval proberen om de overige missies... hierin af te ronden. Hopelijk gaat het ietsje beter. Ik moet nog een beetje wennen aan het een en ander. Maar ik weet zeker dat het goed komt. Allemaal super bedankt voor het kijken. En graag tot de volgende keer weer.